Dames en heren, jongens en meisjes, daar ben ik weer. We zijn er weer. Vandaag is het eindelijk zover. Ik kon niet wachten, jullie ook niet. Het is fantastisch. Ik heb vandaag mijn kerstcadeau binnengekregen. Het is 12 januari en ik heb 1, 2, 3, 4, 5 cadeaus binnen. Ik heb er 6 besteld. Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5 binnen. Dus eentje heb ik helaas niet binnengekregen. Nou, dat is voor mij best een goed gemiddelde. Vind je het een leuke video? Zeker een duimpje omhoog. En als je wilt, ik de volgende keer voor 1000 euro spullen ga kopen. Bij 25.000 likes doe ik het. Ik kan me niet voorstellen dat we dat halen. Maar mochten we dat halen, zou het fantastisch zijn. Ik heb één ding al opengemaakt. Dat kwam namelijk omdat ik gewoon dacht dat het een pakketje van was. Want dat kwam na legit. Ik maak geen fout ook 2 dagen binnen. Laten we het maar laten zien. Ik had dus dit en dit besteld. Oh, ik had er 7. Ik had 7 bestellingen. 8. Ik had er 8. Ik ben gewoon genakt. 6, 7, 8. Ik had er 9. En ik heb er maar 5. What the heck? In ieder geval, de allereerste, laten we maar gewoon gelijk gaan kijken. Geen gezeik. Mensen, kijk. De fantastische Beats headphones. Zoals je kan zien, de doos. Die is even niet helemaal goed overleefd. Echt, hoe kan je deze troep leveren? Het is echt ongelooflijk. Laten we maar openmaken. Dit is niet helemaal hoe het hoort, hè, volgens mij. Laten we eens even kijken. Dit is de originele doos. Maar misschien zijn ze, want dit is een solo 3 en dit is een solo 2. Misschien hebben ze bij de solo 3 wel gedacht van, weet je, we maken er ineens een pauperdoos van. Dat zou natuurlijk kunnen. Ik moet zeggen, ik vond hem ook vrij goedkoop. Nou, laten we maar gaan kijken. Oh, er zit wat in! Dit stinkt, dit is niet normaal. Mensen, great refurbished. Hij klikt niet meer op elkaar. Dit is echt bout, jongen, dit. Dit is geen refurbished beat. Dit is gewoon hartstikke nep. Zou dit ooit op een beat gestaan hebben, de harde, zachte dingen? Hij doet het. Ah, hij zit nu goed. Oké, ik moest hem blijkbaar even doortrekken. Ik schrok me helemaal de vinken. What the fuck? Ik maak geen vat toe. Waarom werkt dit? Maar het is tandoe slecht. Het geluid is echt super slecht. Dus het is alsnog gewoon echt drama. Even kijken. Even een lekker nummertje luisteren. Ik ben op Cartier, ik bestel die champagne. Mensen, je gelooft het niet meer. Het geluid is gewoon echt goed. Maar zou dit dan echt een Beats 3.0 zijn? Ik geloof hier niks van. Dit kan nog niet kloppen. Ze doen het wel. Dus een cijfer voor mijn nieuwe Beats headphones. Een 5. Want ik ga ze nooit gebruiken. Maar hij werkt wel. En dat vind ik dan wel weer belangrijk. Nou, gaan we door naar de volgende. We hebben hier een zwarte zak. Nou, dan weet je vaak dat het niet goed is. Oh, Gadverdamme. Wat is dit? Gadverdamme, het is een soort van poeder. Oh, dat was die andere bestelling. En nog een ding erin. Het ziet er goed uit, dit. Dit komt lekker binnen. Dit komt uitstekend binnen. Hey, mijn LED projection light. Yes. Woe. Dan vraag ik me echt enorm af wat hierin zit. Oh, dit is een van mijn andere cadeaus. Oké, die maak ik zo open. En wat is hier? Oh, dit is een ding wat je in je USB stopt. Oh, dit is van één. Ik heb van één supplier 3 dingen gekocht. Oké, mensen, eerst gaan we deze openmaken. Dit vette cadeau. Jullie herinneren misschien nog wel. Dit is echt een goed cadeau, dit, mensen. Moet je kijken. Yes, daar hebben we zin in. Ja, een gouden ketting. Er zit nog wat in. 2 gouden kettingen. Yes, hebben we gegund. Dit ding is veel kleiner dan ik dacht eigenlijk. Dit is kut. Dit ding kan niet open. Oh, wel, hou wel. Hij wil niet, hoor. Nou, deze is zeker stuk. Nou, deze is stuk. Oké, mensen, deze is stuk. En we hebben vette armband. Dat dan maar wel. Deze ook stuk. Broer, dit is echt pauper. Hij doet het. Bro, hoe klein moet je kin zijn? Je kin? Je nek. Nou, dat was het einde van gouden ketting 1. Gouden ketting genaaid. Genaaid door de gouden ketting. De cijfer, een dikke vette 3. De volgende, mijn LED projection light. Nou, dit is echt vet. Ik heb hier echt hele hoge verwachtingen van. Laten we maar kijken. Ik ga hem daarachter even erin doen. Zo! Nou! Oh, dit is ook best vet. Maar je moet naar het plafond kijken. Wow! Kijk, what the fuck? Ja, je hebt er echt helemaal niks aan. Maar wel gaaf. Wow! Woehoe! It's Christmas time! Yes! Het enige nadeel is dat ik hem nu nog vast moet houden. Nou, mensen, dit is toch even gaaf. Een sneeuwman! Mensen, dit is een vet cadeau. Ik geef dit een dikke vette 8. Een dikke vette 8. Dan hebben we ook nog deze. Dit is eigenlijk hetzelfde volgens mij. Maar dan voor in je USB ding. Kijk, een lekker balletje. Deze ga ik in mijn computer stoppen, mensen. Wat we dan toch gaan zien is dat mijn nieuwe computer kapot is. Ja, zoals je ziet, is gewoon een discobal. Zo! Ja, dit is echt kut. Nee, ik vind die wat minder en fucking irritant. Dus die gebruiken we niet meer. Dat is een 5. Maar echt, de kerstman blijft gaan. Het is ongelooflijk. Ik heb een dikke vette 3. Hebben we het volgende cadeau. Deze heb ik al opengemaakt, maar ik heb nog niet gezien wat erin zit. Want ik kwam er na 8 van wacht. Dit is waarschijnlijk een cadeau die ik openmaak door jullie er zijn. Eens even kijken. Oh, dit is, dit is een iPhone. Dit is een iPhone. Ik had een iPhone besteld. Dus. Nou, het lijkt op iets anders. Een blok. Iets anders. Nou, hopelijk doet hij het ook. Dat zou fijn zijn. Kijk. Hey, de iPhone. Yes. Oh, zit zelfs een ding overheen. This is very satisfying. Een vette iPhone 4. Zou die aankunnen? Ja!
Hij doet het gewoon. Dit is echt, mensen, besef. Dit was voor je telefoon. Dit kleine ding. En nu heb ik zo'n unit. Moet je kijken, dit verschil. Bizar. Ik moet wel zeggen, tot nu toe, het valt me echt alleszins mee. Oh, hij doet het. Kijk nou. Slide to unlock. Oh mijn god, mensen. Dit is fantastisch. Dit is echt goed, jongen. Holy shit. Dit ding is traag. Bizar, maar hij doet het gewoon. Die homeknop doet het niet echt goed. Zou er foto's op staan? Oh mijn god, er staan foto's op. What the fuck? Dit is meer. What the fuck? We testen de camera bij het maken. En een mooie broek. We hebben namelijk de eerste wauwauwauw, vond ik echt leuk. Dit ding is zo ongelooflijk klein. Dat kan je gewoon niet inbeelden. Het is echt bizar. Hij doet het gewoon. Er staat FaceTime op. Er staat FaceTime op deze iPhone. Hoe kan dat? Je kan niet FaceTime op dit ding. Dat kan toch niet? Mensen, een dikke vette 10 voor deze iPhone. Volgende cadeau. Laten we maar openmaken. Wow, what the fuck, man. Was dit hier in benzine of zo? Oh mijn god, dit is een masker. Een masker, weet u nog? Een masker ook al besteld. Wat schitterend. Het stinkt echt fucking erg. Het is echt niet... Een kerstmuts erbij, yes. Oh, maar die deed niet op trouwens, hè. Maar dat is wel helemaal kerst. Bro, ik zweer het je. Dit stinkt zo... Oh, dat is een haar in mijn mond. Godverdomme. Ik zweer het je dat dit zo erg stinkt naar gewoon een soort van ballonnen. Dat ik bijna gewoon, toen ik hem opdeed, bijna Nokkie ging. Echt ongekend. Ja. Nou, nu schrik je pas echt natuurlijk. Cijfer, dit is echt troep. Een 3. Dit is echt dramatisch. Een fucking 3. Dan zit ik nog hoog, vind ik. Het laatste cadeau, mensen. Het laatste cadeau. Ja, misschien krijg ik ooit nog wat binnen. Maar ik verwacht het niet meer na meer dan een maand, volgens mij. Het laatste cadeau. Laten we maar eens gaan kijken. Wat hebben we hier? Ik ga even een mesje pakken. Ik heb een mes. Dat was snel. Dit is nog weer een ongelooflijk lekker blok met verboden middelen. YouTube, als je het kijkt, is niet echt zo'n grapje. Zeg maar, dit dus, dit pakketje wat ik hier nu vast heb, is gewoon de hele wereld rond geweest. En raar eigenlijk, als je zo bekijkt. Hey! Oh mijn god, ik was helemaal vergeten dat ik deze besteld had. Yes, dit is legendary. Hatsa. Een Nokia. Yes! Wat vet! Dit is echt goed! Yes! Een Nokia, hartstikke idee. Oh mijn god, dit is zo, dit is echt fantastisch. Oh mijn god, mensen. Een vette Nokia. Nou echt, voor iedereen die zeg maar ouder is dan 15, denk ik. Jullie ouders hebben sowieso deze telefoon gehad. Even serieus, die hebben sowieso deze telefoon. Gaat dat ding aan eigenlijk? Oh. Nou, ik ging met mijn mesje ging ik even dit folietje eraf halen. Nu heb ik al een kras op het scherm. Ik kan niks doen. Hij doet niks. Zeg maar, ik kan typen, maar hij doet voor de rest niks. Hallo, hoe werkt dit eigenlijk? Nou, dit ding heb je dus echt helemaal niks aan. Want hier kan je echt helemaal niks mee. Maar hij doet het wel. Hij doet het en daarom krijgt hij een dikke vette 7. Maar die iPhone daarentegen vind ik echt fantastisch. Met name de filmpjes die erop stonden. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Ik ben over het algemeen best tevreden met mijn cadeaus. Sommige dingen zijn wel echt troep. Sommige dingen zijn wel echt leuk. Bedankt voor het kijken in deze video. Vond je het leuk? Dus zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Koen, abonneer. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Bedankt voor het kijken en de groet om. Wil je trouwens zelf je cadeaus halen voor kerst? Voor volgende kerst? Dat kan. Doe het dan op gamecoin.nl of ga even te goed. Geen Chinese dingen kopen, want dat komt veel te laat aan. Door gamecoin dingen komen af. En ik word goed. Komt sowieso op tijd. Dan krijg je dicht van je scherm. Fantastisch. Mensen, dankjewel. De groeten. En adios. Waren in een week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Waren in een week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.